De maritieme sector kan vooral voor vrouwen zeer uitdagend zijn. Dat is de reden waarom Women and Maritime Association Caribbean Chapter Suriname, WIMAC, vrouwen de nodige hulp bieden en stimuleren om verder te gaan met het goede werk. Om hierover te brainstormen werd afgelopen zaterdag een paneldiscussie georganiseerd door WIMAC Chapter Suriname in samenwerking met haar partners MAS, DP World en Havenbeheer. De discussie stond in teken van 18 mei, Internationale Dag van de Vrouw in de Maritiem. Het thema was Women as a Beacon for Maritime Health and Safety. De voorzitter van WIMAC Chapter Suriname, Tosca Pinas, zegt dat het wekken van de interesse van jong Suriname ook een belangrijke rol speelt in het bereiken van de gestelde doelen. Door jongeren te informeren over de mogelijkheden van deze onbekende sector, kunnen we een nieuwe generatie van getalenteerde en gemotiveerde maritieme professionals inspireren en opleiden. Toegang tot maritiem onderwijs is essentieel om ervoor te zorgen dat we beschikken over divers en goed opgeleide beroepsvervolging die klaar is om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Ook al blijven we in de sector, maar geloof me, we zijn niet zo jong als we leken. We zijn allemaal, denk ik, allemaal 40 en 50-plussers. Hoewel we al grote stappen hebben gezet, is er nog veel werk te doen. We moeten blijven streven naar een inclusieve en veilige werkomgeving, waarin iedereen ongeacht geslacht de kans krijgt om bij te dragen en te gedijen in het welzijn van de maritieme gemeenschap. Keynote-spreker Maya Heijmans voegde hieraan toe dat de rol van vrouwen in maritieme gezondheid en veiligheid zich verder uitstrekt dan alleen op zee. De vrouwelijke professionals die zich dagelijks inzetten voor bijvoorbeeld waarborging van de veiligheid van zeevarenden spelen ook een belangrijke rol in deze sector. Heijmans onderstreept ook hun bijdrage aan bescherming van het marine ecosysteem, evenals bevordering van duurzame praktijken in de scheepvaartindustrie. Vrouwen zijn ook vaak de onzichtbare krachten achter de schermen die werken als scheepvaartadministrateurs, veiligheidsinspecteurs en maritieme gezondheidsspecialisten. En ga zo verder. Hun expertise en toewijding zijn essentieel voor het handhaven van hoge normen van veiligheid en gezondheid aan boord van schepen en in maritieme operaties wereldwijd. Maar laten we ook niet vergeten dat vrouwen een cruciale rol spelen in de maritieme zorg, waar ze als verpleegsters, artsen en medisch personeel zorgen voor de gezondheid en het welzijn van zeevarenden, of het nu gaat om routinecontrole, ongevallen of het bieden van ondersteuning bij medische noodsituaties op zee. WIMAC Chapter Suriname zal projecten blijven organiseren om bewustwording te blijven stimuleren.